vraag C, 50 dan. Wederom, lees hem even door, maak de vragen zoals je denkt dat hij zou moeten en dan kun je doorklikken. Als ik dit verhaal lees, vrij ingewikkeld verhaal, dus ik maak hier zeker een tekening van. Het is alleen geen mooie tekening. Oké, situatie 1 is dat Chris is links op een skateboard en José zit rechts op een skateboard. Chris heeft in het begin nog een zak aardappelen vast. Dat is dat bruine blokje hier. Dan situatie 2 heeft hij hem net weggegooid, oftewel Chris is van die zak aardappelen gescheiden. In situatie 3 is dat José de zak aardappelen opvangt. Nou, dan nog een aantal gegevens, die zet ik er ook gelijk bij en het liefst eronder. Ik heb de massa van Chris plus het skateboard, want dat verandert namelijk niet, dus die neem ik gewoon samen. Is 57,6 kilogram. En die van José plus het skateboard is 42,6 kilogram. De snelheid van Chris nadat hij de aardappelen weg heeft gegooid zit daar ongeveer. En ik verwacht dat hij naar links gericht is. En de snelheid van de aardappelen naar rechts gericht. Nou, dan in situatie 3 vangt José de aardappelen op. Dus die heeft dan samen met de aardappelen een bepaalde snelheid naar rechts. En die zal daar ongeveer zitten. Massa van de aardappelen ook even erbij, 5 kilo. Nou, als je dit soort vragen ziet, wat hier aan opvalt is dat er nergens met kracht wordt nergens over kracht gesproken. Enkel over massa en snelheid. Nou, dan kan je eigenlijk al raden dat je het moet oplossen door met de wet van behoud van impuls. Stel dat je denkt van ja, maar kun je het dan niet oplossen met de versnellingsgrafiek of de snelheidsgrafiek? De snelheidsgrafiek bijvoorbeeld, die we deels hebben met deze waarde. Maar je weet niks over tijd, je weet niks over afstand, dus daar kan je eigenlijk dan ook niks mee. Dus de wet van behoud van impuls is wat je hier moet gebruiken. Nou, dan gaan we eerst even uitrekenen voor A, bereken de snelheid die Chris en José krijgen. Gaan we eerst kijken naar de Chris-situatie. En we gebruiken de wet van behoud van impuls. Dus, impuls bij situatie 1, tussen Chris en de aardappelen. We kunnen José buiten beschouwing laten, want die heeft hier nog niks mee te maken. Impuls situatie 1 is impuls situatie 2. Nou, wat is impuls situatie 1? Daar staan ze allebei stil, dus dat is 0. Impuls situatie 2 is de massa van Chris plus skateboard keer zijn snelheid plus de massa van de aardappelen keer de snelheid van de aardappelen. Nou, wat hebben we hier uit nodig? VK, dus die zullen we uitrekenen. Het gaat dan op deze manier. Dus je doet eerst MAVA naar de andere kant van het is-teken, wordt een min en dan deel je door de massa van Chris plus het skateboard. Nou, als je dat uitwerkt, krijg je dit. Het antwoord is dus min 0,15 meter per seconde. Wat houdt die min hierin? Dat is dat het naar links is gericht. Dus daarom vind ik het altijd handig om een bepaalde richting te kiezen als de plusrichting. En dat is hier naar rechts. Als het een beetje vrijwillig is, dan kies ik altijd naar rechts voor de plus of naar boven voor de plus. Voor de plusrichting. Anyway, Chris gaat met 0,15 meter per seconde naar links. Dan José. Waar gebeurt er iets tussen situatie 2 en 3? Dus dan weer de wet van behoud van impuls. Bij P2, dus impuls op situatie 2 is impuls situatie 3. Nou, wat is de impuls situatie 2? Is niet 0 in dit geval, want de aardappelen hebben een snelheid en een massa. Dus MA keer VA is. Sorry, in situatie 2 heeft José geen snelheid, dus ook geen impuls. Dus die heb ik daar helemaal weggelaten. Situatie 3 is de massa van José plus skateboard keer de snelheid plus de massa van de aardappelen keer diezelfde snelheid. Want die VJ, dat is de snelheid van José, maar ook de snelheid van de zak aardappelen. Dus dat is maar één onbekende. Nou, dat schrijven we dan zo op. Kan je korter schrijven door is massa van José plus het skateboard plus de aardappelen, oftewel de massa van het geheel, keer haar snelheid. En dan moeten we VJ berekenen. Wat is dan VJ? Nou, dan heb je MAVA aan de andere kant staan. De totale massa. Daar deel je allebei de kanten door. En dan krijg je dus dit. Met het antwoord 0,18 meter per seconde. Dat is al afgerond. Twee significante getallen. Dat je dat ook
in de vraag ziet. Allemaal twee significante getallen. Die van José is dit het niet afgeronde antwoord om door te rekenen voor vraag B. Oké, dus vraag B is: bereken een snelheid waarmee José de aardappelen moet weggooien om Chris in te halen. Nou, hoe ga je dat dan berekenen? Moet je eerst bedenken, wat moet er met José gebeuren om Chris in te halen? En stel jij staat op dat skateboard, jij rolt dus, zoals José doet, met 0,18 meter per seconde naar rechts. En je moet Chris inhalen, nou, dan moet je dus harder naar links rijden dan dat Chris op dit moment doet. Dus José's snelheid moet dan minstens min 0,147 meter per seconde worden om Chris langzaam in te halen. Die situatie dat dat gebeurt noemen we situatie 4. Dat is dus eigenlijk een situatie die wij zelf bedenken met een bepaalde eis, namelijk deze snelheid. En dan gaan we berekenen wat er moet gebeuren met die impulsen om die situatie te realiseren. Nou, dus we hebben een situatie 4 bedacht waarin José met 0,147 meter per seconde naar links rijdt, rolt. We kunnen weer wet van Bell-Hout van impuls gebruiken en dan zeggen we P3 is P4, dus impuls situatie 3 is impuls situatie 4. Nou, wat is de impuls situatie 3? Nou, dat hadden we net berekend, hè? Dus de massa van dit geheel maal deze VE. Ik heb er even VE 3 bij gezet van situatie 3. We hebben namelijk ook over situatie 4 straks. Wat is de impuls van situatie 4? Nou, in dat geval heeft José dus die zak aardappelen naar rechts gegooid. En die aardappelen hebben dus deze impuls. Massa aardappelen keer de snelheid van de aardappelen. En dan José's impuls erbij is een massa van José keer de snelheid van José in situatie 4. Nou, we weten deze niet, maar we hebben die gesteld op die moet min 0,147 worden. Dus in die zin kun je zeggen, die weten we wel, want we willen de rest berekenen ervan uitgaande dat dit wordt gehaald. Dus deze weten we, die weten we ook, deze hele linkerkant weten we. Dus het enige wat we nog niet weten is deze. Oftewel, hoe hard de aardappelen weggegooid moeten worden door je zee. Om aan die snelheid te voldoen. Dus we gaan VA4 uitrekenen. Kijk, ik heb het hier in één stap gedaan. Maar als je naar deze formule kijkt, wat ik eerst doe is de plussen, alles wat met plus erachter staat, wegwerken. Dus ik doe aan deze kant min MJ plus S keer VA4 en aan deze kant ook. Nou, dan heb je aan de rechterkant alleen nog maar MAVA4 over. Dus dan deel je alles wat je hier hebt door MA, deel je alles hier door MA en dan krijg je dit. Dus VA4 is de massa van José plus skateboard plus de aardappelen keer de snelheid die ze in situatie 3 had. Min de massa van José plus skateboard keer de snelheid die ze in situatie 4 heeft. Dus die min 0,147 meter per seconde. Gedeeld door de massa van de aardappelen. En dan kom je dus uit op afgerond 3,0 meter per seconde. Dan kun je nog afvragen in welke richting moet ze dan gooien. Nee, intuïtief kan je zeggen ze moet het naar rechts gooien om in de buurt van Chris te komen. En dat klopt ook, want er staat geen minnetje, dus is het een plus. Dus met 3 meter per seconde moet ze de zak naar rechts gooien om hem in te halen. Oh ja, dat is eigenlijk nog een belangrijke om vraag B goed te beantwoorden. Dus José moet de zak aardappelen met minstens die snelheid naar rechts gooien. Want als ze hem precies met die snelheid naar rechts gooit, haalt ze hem nooit in. Blijft ze dezelfde snelheid rijden.